Roosendaal staat weer een week lang in het teken van wielrennen. Dinsdag is de 27e editie van de Nationale Jeugdronde van start gegaan met de proloog van de jeugdronde. Woensdag was de individuele achtervolging op Sportpark Albano. De Nationale Jeugdronde duurt tot en met zondag en wordt om 8 uur afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking en huldiging van de winnaars op de markt in Roosendaal. Aankomend weekend volgt de Volksronde op de Kade. Traditiegetrouw volgt maandag de draai van de kaai.